zegt dus ook van, zij werkt nu dus voor het Rode Kruis, maar zij willen dus in huis een wervingsteam op gaan zetten. Omdat zij dus zoiets hebben, ja, we willen mensen, niet die weer komen en gaan, we willen echt mensen die dedicated voor de cast zijn. En dan vind ik het een ander verhaal. Dat heb ik met Schaf ook gewoon heel erg. Ja. Het komt gewoon goed over, omdat ik ook echt achter sta. En als er mensen zijn die iets in twijfel trekken, dan zeg ik altijd van, ja, ik moet volgende week naar Duitsland of zo om stof in te kopen, je mag gewoon mee. Ja, nice. Dan, ja, nee, ja, dat hoeft niet. Nice. Ja, oké, maar ja. Ja, vertel dan even over wat je doet, wie je bent en over Schaf. Nou, zoals je weet, ik ben Daan Schraven, 25 jaar, geboren in Nijmegen, getogen in Nijmegen. Zeker niet van plan om te gaan. Ik heb het gewoon mijn zin hier. Ja, ik ben 3 jaar geleden ben ik Schaf begonnen. Sustainable streetwear noem ik het zelf. Dat is gewoon vet. Ja, duurzaam kledingmerk. Alle kleding wordt gemaakt van restpartijen stof. Mm-hmm. Dus ja, dat zijn eigenlijk gewoon kies een random modemerk. En die koopt 1000 meter roze stof in. En voor hun productie gebruiken ze maar 920 meter. Dan hou je 80 meter over. Bedrijven hebben de buit dan al binnen, dus die hebben bij die 80 meter zoiets van, ja, gooi maar weg of hoeven wij niks mee te doen. Nou ja, dat soort partijen haal ik overal nergens vandaan om vervolgens dus gelimiteerde oplagen collecties van te maken. Eigenlijk allemaal met het doel om materiaalverspilling tegen te gaan. Ja, dus je zoekt die restpartij, je zoekt op wat eigenlijk andere mensen niet gebruiken. Mm-hmm. En daar maak je weer nieuwe... Ja, daar maak je nieuwe uits van, ja. Maar je bent ook nog gaan studeren, toch? Je bent net aan het afstuderen. Ja, ik studeer naast nog Business Innovation in Den Bosch. Nu zit nu in het 4e jaar. Dat is ook wel tof. Want die opleiding die richt zich echt op ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Ja, dat innovatie is natuurlijk zo'n breed begrip. Dat kan je altijd wel los... Maar vooral daar kwam ik eigenlijk echt in aanraking met duurzaamheid. En kleding en zo, sneakers, streetwear, vond ik altijd al vet. En duurzaamheid is wel echt iets nieuws. Mm-hmm. Was toen iets nieuws. En dat is eigenlijk geleidelijk helemaal geïntegreerd in, ook in Schaf. Want toen ik begon 3 jaar geleden had ik zoiets van, ja, ik begin gewoon een kledingmerk. En dat... Ja, hoe, vertel iets meer over dat begin. Want je bent aan het studeren en je begint een kledingmerk. Mm-hmm. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Ja, vroeger op de basisschool teken ik altijd kleding outfits en zo. Toen dacht ik altijd van, ik ga sowieso ontwerper worden. Maar toen was ik echt 6 zo en dat was allemaal lelijk. Toen heb ik een keer ziek lelijk blauwe tanktop gemaakt, samen met mijn moeder achter de naaimachine. Zelf genaaid en shit. Ja, zij genaaid en ik ontworpen en stof op de markt gekocht. Echt. Vet. Die tanktop is nog alive en die gaat een keer ingelijst en op kantoor komen. Fucking lelijk. Maar dus dat zaadje zat er altijd al. Toen ging ik naar de middelbare school en toen trok dat weg. Ging ik daarna bestuurskunde doen en toen was mijn creatieve ding al helemaal weg, zeg maar. Mm-hmm. En toen kapte ik daar dus mee omdat ik zeker niet daar op mijn plek zat. En toen kwam ik dus bij de opleiding Business Innovation. En eigenlijk daar werd vanaf dag 1 al gezegd van, joh, je moet dingen doen die je vet vindt en waar je energie van krijgt. En toen dacht ik van, ja, dat is wel gewoon... Met dus de opleiding werd je zelf gewoon gestimuleerd? Ja, zeker. Ja, echt gewoon van, joh, als je iets vets hebt, ga dat gewoon doen. En dat merkte je ook in de gaskleur. Gewoon overal kwam dat terug. Nou, en toen de zomervakantie van het eerste naar het tweede jaar ging ik met mijn vriendin naar Italië. En toen waren we daar in een skatewinkel. Toen kocht ik een super vet shirt van het skatemerk. En toen had ik die 1 keer gewassen en toen viel die nek uit elkaar. Terwijl dat was gewoon een shirt van €50. Dus toen was ik echt ziek cranky. En toen dacht ik, ja, nu is het helemaal klaar. Ik ga gewoon mijn eigen merk opzetten. En ik zal eens laten zien dat het ook gewoon anders kan. En... Dus je dacht van, oké, mensen maken slechte t-shirts, dan moet ik geld aan uitgeven, dus ik maak maar mijn eigen t-shirts. Ja, nou ja, ik dacht, mensen maken slechte t-shirts en dat hoeft helemaal niet. Je kan toch gewoon een goed t-shirt maken. Waarom zou ik €50 betalen voor iets als het weer uit elkaar... Dat vond ik gewoon iets dat ik dacht, ja, dat is super storend. Ik wil gewoon... Ik vind het prima om €50 een shirt te kopen, dat vind ik niet erg. Maar dan moet het wel ook gewoon aanzienlijke tijd meegaan. En niet net na 1 keer wassen al uit elkaar vallen. Ja, en dat was dus het moment dat ik zoiets had van, oké, ik ga gewoon een kledingmerk opzetten. En ik weet nog verder niet hoe en ook niet wat. En ook niet wat de richting moet worden. Maar het moet gewoon een kledingmerk worden. Mm. Ja, en dat is gewoon zo door dat eerste jaar heen eigenlijk. Dat dus ook duurzaamheid erbij kwam. En hoe kwam duurzaamheid erbij? Ja, via mijn opleiding echt. Daar werd gewoon heel veel aandacht aan besteed. En dat is echt een van de drijvers van die opleiding, is duurzaamheid. En dat begon ik dus heel erg in mijn eigen leven ook te integreren. Weet je wel, dat ik nadacht over, ja, wat koop je nou? Wat doe je nou? En hoeveel troep produceer je wel niet? Mm. En toen waren we op een gegeven moment, was ik dus met een medestudent. Want toen deed ik Schaf dus ook nog met 2 andere jongens. Waren op zoek naar stoffen. Toen kwamen we bij een winkeltje in Arnhem. En zij kocht dus...
stoffen overal nergens in. En dat vonden we super vet. En toen hebben we een shirt gedaan van een toplaag van matrassen van IKEA. En van een toplaag? Ja, van je hebt zeg maar een. Als je zo'n, als je, heb je een IKEA matras thuis? Nee. Als je dat hebt, maakt niet uit, gewoon basic matras. Als je het hoeslaken eraf haalt, dan vaak zit er zo'n wit laagje bovenop. En dat is gewoon zodat het lekker zacht is. Nou, die stof had zij dus op een rol. En wij zagen die stof en dachten, ja, dit is ziek om hier t-shirts van te maken. Dus dat hebben we toen gedaan. En dat was gewoon lelijk. Maar dat was wel heel leerzaam. En dat was wel eigenlijk een van de dingen dat ik echt... Maar heb je dat dan met de hand, ben je dat gaan maken? Of? Ja, sowieso. Alles, kleding wordt altijd met de hand gemaakt. Mensen zijn altijd in de veronderstelling dat het in China een machine is of zo. Maar laatst me verteld, in Amerika is echt een machine die kan letterlijk t-shirts eruit poepen. Mm-hmm. Maar in principe in China, ondanks dat het zieke massaproductie is, is nog steeds handwerk. Het is nog steeds iemand die zo achter de naaimachine zit. En iemand anders die de halsjes doet. En iemand anders die dat doet. En wij hebben toen zelf van dat matrasshirt een ontwerp getekend waarvan we dachten, dit is cool. En toen zijn we een atelier gaan zoeken die dat kon maken. Toen zijn we uitgekomen bij Atelier in Arnhem. En daar werk ik nu nog steeds mee samen. Dat is gewoon wel een vet atelier. Die hebben samenwerkingsverband met Rijn IJssel College. Uh-huh. De studenten daar, die volgen een 3-jarige opleiding tot coupeuse. Waarvan ze dus een halfjaartje stage lopen in het atelier. Okay. Dus, en dat maakt ook wel dat zij wat groter kunnen produceren. Omdat zij dus hebben een team van, afhankelijk van het stageblok, maar wel van 20 mensen of zo. Mm-hmm. En dan kan je best wel wat dingen gaan maken natuurlijk. Dus je had die eerste... Je had de irritatie van die t-shirt die uit elkaar viel. Mm-hmm. Je dacht, ik ga zelf iets maken. Ook omdat je altijd al daarmee bezig was. Ja, sowieso. Je hebt je eerste t-shirt gemaakt met die matrassen. Ja. En toen? Toen kwamen we dus achter dat echt voor geen meter zat. En dat het ook een lelijke fit was. En wij deden toen, we hadden er 20. En ik dacht serieus, website gaat online en we zijn in 5 minuten uitverkocht. Ja. En dat was je echt zeker niet. Website ging online en er gebeurde gewoon geen reet. En ik zat echt van, oké, dit is gewoon helemaal niks, zeg maar. Het is nu al geen succes. Dit was wanneer? 2 jaar geleden of zo? Ja, dit was 3 jaar geleden. Dit was 3 jaar geleden, ja. En dat was echt janken, zeg maar. Toen zat ik ook echt van, kut man. Oh, en hoeveel t-shirts hadden jullie gemaakt? Ja, 20. Dus dat was echt niet, qua financieel was het niet lijpe risico's. Nee. Maar je hebt gewoon bepaalde verwachtingen en je bent ziek enthousiast met iets bezig. Ja. En je doet maar wat. Maar dat verkocht dus totaal niet. Waar gingen we naartoe? Ik was er niet bij. Wat was je volgende stap? Toen die website ging over. Toen kwamen we er heel erg achter dat de fit gewoon niet mooi was en dat het niet goed zat. En toen was er nog maar een... Wisten mensen dat je het aan het doen was dan? Ja, het bestond wel al, zeg maar. Er was een merknaam. Dus bestond wel, maar we waren echt nog niet actief aan het promoten of zo. Toen kwam... dus het moment dat ik eigenlijk schraf echt ziek als een soort van last zag en daar helemaal niet meer leuk vond, omdat ik het dus met die 2 andere boys deed toen. Mm-hmm. Dus toen heb ik gezegd van, hey jongens, of ik kap ermee en dan mogen jullie ermee door, of jullie 2 kappen ermee en dan ga ik er geen eentje meer verder. Want de samenwerking ging niet goed of zo? Ja, ik voelde gewoon dat ik aan alle kanten beperkt werd in mijn doen en laten en dat vind ik gewoon super storend. Want je had die 2 erbij gehaald om je te helpen? Of? Ja, want ik was dus in die zomer begonnen en toen kwam er een project voor school waarbij je dus je eigen onderneming mocht doen. En ik had dus al schraf. Dus toen had ik die 2 gasten gevraagd van, joh, willen jullie meehelpen dan? Mm-hmm. Ik bedoel, dat was echt leerzaam. En toen hebben we al super fouten gemaakt waarvan ik nu nog steeds denk, ja, echt nice, echt goed dat je die hebt gemaakt. Wat was de grootste fout, of de beste fout? De beste fout was sowieso dat we op een gegeven moment dachten... Dat een ui, letterlijk een ui, de groente, wij wilden een nieuw t-shirt op de markt brengen, Changing Your Layer Game, omdat we een veronderstelling waren dat een dik t-shirt best wel nice zou zijn in de winter, omdat dus gasten die bijvoorbeeld skateboarden of zo, buiten chillen, die zijn wel actief, dus die hebben echt niet een dikke trui nodig, dus dan is een t-shirt lekker en we hadden een t-shirt met meerdere lagen bedacht. Ja. En dan als logo hadden we dus bedacht in het kader van Changing the Layer Game, layers is een ui en toen hadden we 100 van dit soort patches besteld in de vorm van een ui en toen was die shit binnen en toen keek ik ernaar en dacht ik, ja, dit slaat helemaal nergens op. Want dat was fucking lelijk al. Ja, het was gewoon lelijk en ik bedoel, ja, dat ui idee was lachen, maar verder... Maar ik weet nog wel dat ik toen echt super hyped was over dat.
Dus, maar dat is gewoon leerzaam. Dat laat ook wel zien dat je zeker niet te snel moet opgeven. Maar dat je op een gegeven moment ook wel realistisch moet zijn. En moet denken van, oké, really deze ui? Echt waar? Ja, want uiteindelijk... Uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Heb je het gewoon weg, heb je die 100 patches gewoon weggegooid? Nee, tuurlijk niet. Wil je 100 ui-patches kopen? Ja, ik ga dat niet weggooien. Dat is natuurlijk zonde. Ik bedoel, mocht schaf over een paar jaar booming zijn, dan ga ik sowieso die uien... Dat is het ook. Hè. Op een gegeven moment, als je bepaalde merknamen hebt, dan kan je echt dingen maken. Ja, precies. Als je die naam schaf hebt, dan kun je gewoon uien verkopen als je wil. Ja, in principe kan je dan gewoon een keer in het kader van whatever, food waste of zo, kan je een bak uien kopen en die verkopen. En dat zou dan mensen misschien nog wel tof vinden ook. Ja. Nou, en als je dan t-shirtjes erbij kan doen met een ui erop, ja, dat is booming. Hmm. Nee, maar dus dat zijn wel... het was een heel leerzaam jaar met die twee gasten. Maar toen, ik voelde schaf echt als een last en ik vond het niet meer leuk en ik kreeg geen energie meer van. Toen heb ik dat voorgesteld. Toen zeiden ze, ja, dat is goed, zagen we wel aankomen, voelden we aan je. Mm-hmm. Zijn ze eruit gestapt en toen ben ik wel echt grote stappen gaan zetten. In die zin, toen heb ik bij een goede vriend van me, die wel echt een succesvolle ondernemer is, aangeklopt om een lening te vragen. Met wel echt een grote collectie wat neerzetten, want toen deden we dus een shirtje van 20 en ik had zoiets van, nee, je moet... Ja. Meerdere items, meerdere kleuren. En weet je wel, je moet echt in één keer, boom, hier ben ik. Toen een nieuwe website gebouwd en fotoshoots gedaan, nieuwe ontwerpen gemaakt. Echt een hele collectie gemaakt. En daarvoor dus ook geld van hem gekregen. Dus dat was toen ook wel, gaf ook wel zelfvertrouwen om ermee door te gaan. Want ik bedoel, we zijn goede vrienden, maar als hij het echt een crappy idee zou vinden, had hij nooit geld gegeven. Dus ook wel, hij is ook wel eerlijk. En waarom vond hij het een goed idee? Ik denk nog steeds, omdat hij er wel gewoon potentie in ziet. Omdat het is een goed product, het verhaal is ijzersterk. Mm-hmm. En hij had zoiets van, ja, dit vind ik vet om jou te supporten. Weet je wel, hij is denk ik 5-6 jaar geleden voor zichzelf begonnen en nu een succesvol ondernemer. Dus ik denk dat als hij zoiets ziet bij zijn vrienden, dat hij heeft van, als ik daar kan helpen, dan op financieel gebied of op welk gebied dan ook, dan doe ik dat. Dus, maar hij zag wel ook gewoon... Nou ja, zeker. Ja. Ik moest hem ook wel business cases laten zien. En ik heb die, zeg maar, de verkoop van die collecties in verschillende scenario's uitgewerkt. Om hem ook gewoon te overtuigen van, ja, oké, weet je wel, ik ben ook realistisch. En wat gebeurt er als je 100% verkoopt? En als je 70% verkoopt? Of als je 50% verkoopt? En hij wou ook wel zien dat ik meer nadacht dan, hey, geef me geld en dan ga ik vette shirts maken en verder niks. Dat was voor hem gewoon heel belangrijk. Maar ja, dus toen een hele collectie opgebouwd. Nieuwe website, nieuwe dingen. En toen ben ik eigenlijk daarmee naar buiten gegaan. En dat ging wel echt een stuk beter. Toen ging het best wel snel. Toen stond ik op de Kaai een week. Mm-hmm. En daarna een week tijdens de zomer. Dit was dan 2 jaar geleden? Nieuw? Ja, dit was zeg maar Dit was vorige zomer. Dit was vorige zomer? Vorige zomer, okay. Ja. 2018 stond je op de Kaai met Graf. Ja. En daarna dus tijdens de zomerfeest op Smaakmarkt. En dat merkte je gewoon wel meteen. Want toen was het echt meer out there. Ik kan zeggen, zoals bij die allereerste keer van, hey, we gaan online. Want niemand je 1 bezoeker per maand hebt of zo. Dan heb je daar natuurlijk niks aan. Maar toen op de Kaai, dan dat zorgt gewoon wel echt voor bereik. En ook mensen die ik dan tegenkwam, die ik 5 jaar niet had gezien of zo. Die komen ook op de Kaai. En die zeggen dan, yo Daan, ben jij dat? Wat doe jij? Ja, dat is mijn merk. Oh, vet. En dan dat verhaal, weet je wel, kon je vertellen. En dan dacht, zo, nice. Koop wel een shirtje. Ja. En toen in die 2 weken tijd best wel, ik denk wel 70% of zo, 80% van de collectie verkocht. Mm-hmm. Nou, dat was super tof. En daarna een tijdje bij Make My Day gehangen. Dus dat was ook, dat ging naar die concept store. Stikkerheesestraat. Nee? Okay. Nou, maakt niet uit. In ieder geval gewoon best populaire retailer ondertussen in Nijmegen. En daar liep het ook goed. Moest op een gegeven moment weer uit, omdat hij winterjassen erin moest. En toen eigenlijk, na die eerste collectie, die dus die zomer best wel lekker ging, had ik al wel meteen zoiets van, oh ja, maar er is sowieso, sowieso ruimte voor de tweede collectie. Mm-hmm. En toen ben ik dus weer bij die vriend van me aangeklopt van, hey, nou luister, weet je wel, eerste collectie, dit is bereikt, dit is betaald, dit zijn de inkomsten, dit zijn de plannen voor nu en daar heb ik weer geld voor nodig. En toen zei hij, ja, is goed, maak maar weer die scenario's wat jij verwacht, wat ik ook een beetje realistisch vind. En dan kunnen we kijken, nou, dus tweede investering gekregen, tweede collectie. En daar ben ik eigenlijk nu mee bezig om die nog te sluiten. Mm-hmm. En dat gaat gewoon goed.
Dat, maar dat is wel, dat, ja, dat is een beetje, het is moeilijk in te schatten. Ja. De web, weet je wel, enerzijds verkoop je via de webshop en anderzijds op beurzen. En nu ligt het bij een retailer, maar eigenlijk zijn retailers voor mij niet heel fijn. Omdat, want? Ja, een retailer vraagt echt ziek veel marges. Ja, okay. Wat niet gek is, want hij heeft natuurlijk, of de retailer heeft een knijterduur pand op een binnenlokaal, of ergens in de binnenstad, dure locatie, die moet personeel daar neerzetten. Dus die maakt heel veel kosten. Maar omdat je produceert alles in Nederland. Productie voor mij is gewoon echt wel duur. Mm-hmm. En dat vind ik helemaal niet erg, want ik vind dat super tof is dat helemaal bijdraagt aan het verhaal. En dat is ook volgens de waarde die ik heb. Maakt wel dat je winstmarges aanzienlijk lager zijn. Mm-hmm. Als er dan vervolgens iemand is die zegt, hey, ik wil het wel voor je verkopen. Maar dan gaat 40-60% van de verkoopprijs naar mij. Ja, dan verkoop ik letterlijk voor daarvoor niks. Ja, en dan verdien ik daar niks aan. En dan kan je het hebben over, ja, maar dan heb je wel weer het bereik. En, maar ik bedoel, de retailer koopt niet in. Want retailers die doen bijna alles op merken die nog onbekend zijn op basis van co-associatie. Mm-hmm. Dus weet je wel, als jij daar een als Daily Paper daar komt aankloppen, dan zij hebben credibility opgebouwd, weet je wel. Dus een retailer vertrouwt zo dat zij 20, 30, 40, 50 basics verkopen van de Daily Paper. Dat is geen risico. Ja, ja. Dan zeggen ze prima, hey, we kopen er 50 in. Bij mij is het zo van schaf, oké, wie ben jij en wat kom je doen? En, we willen je best wel een kans geven. We willen je een kans geven. Ga niet vooruit betalen. Nee, nou, dus het is altijd sowieso op co-signatie. Nou, daar kan ik nog wel in komen. Dat vind ik nog wel een legit reden. Maar de marges, dat is gewoon idioot. En ik merk wel dat daar moet ik iets mee gaan doen. Wat anders is dan de traditionele weg. Want daarmee verdien je er niks aan. En dan kan ik ook niet verder. Ja. Maar even voor de, want ben jij nou meer een shirt aan het verkopen of ben je meer een verhaal aan het verkopen? Ja, meer een verhaal aan het kopen. Wat is dat verhaal precies? Ja, dat verhaal is dat je op een fatsoenlijke manier kleding kan maken. En die er ook, zeg maar, met geen geitenwolle sokken verhaal. Mm-hmm. Dus dat is het. Kijk, je kan naar zo'n duurzaamheidswinkel gaan. Mm-hmm. Duurzaamheid wordt toch, ondanks dat het echt wel populairder wordt, ook onder jongeren, nog steeds gezien als een soort van links hippie grijs opa gedoe of zo. Mm-hmm. Terwijl ik heb zoiets van, ja, maar je kan met de waardes die ik heb, kan je nog steeds gewoon een dik streetwear label neerzetten, wat qua design er gewoon vet uitziet, weet je wel. Content ziet er vet uit. En, dus ik denk dat het sterke eraan is, dat je die restpartijen gebruikt. Dus je hebt gelimiteerde oplages. Mm-hmm. En dat is niet eens zozeer omdat ik het cool vind, wat ik wel vind, maar... Ja. Het is gelimiteerd, omdat je gewoon gelimiteerd bent in de middelen die je hebt. Mm-hmm. En dat vind ik gewoon wel een super vet gegeven. Ja. Wat ik ook wel vet aan vind, is dat je van afval iets limiteds maakt. Ja, of iets zeldzaams maakt. Ja, het is iets wat gewoon weggegooid zou worden. En jij komt daar en je zegt, het is gewoon limited, dus we gaan iets heel vets van maken. Sowieso. En het is kwalitatief goed. Ja, maar dat merk je ook wel bijvoorbeeld met die leger, we doen nu shirts gedaan in de collecties. En ook wel tassen. Ja, en tassen dus van oud spul van Defensie. Mm-hmm. En dat is letterlijk, zijn gewoon kuubkisten vol. Waarvan mensen zeggen, doe maar weg. Terwijl dat is zulk ziek materiaal, joh. Dat is sickste kwaliteit. Ik bedoel, dat is gemaakt voor het leger. Je gaat niet soldaten op pad sturen met een Primark shirtje. En bedoel, ik kan er, maar dat is het gewoon. Ik denk dat ook wel, als je het hebt over verkoop je een shirt of een verhaal, dat is het sterk. Ik vind het oprecht het meest idiote dat je dat soort kwaliteitsstoffen, zeg maar, dat je dat soort kwaliteit, dat je van dat soort dingen kan zeggen, ja, doe maar weg of zo. Ja. Dat vind ik gewoon oliedom. Ja, inderdaad. Dus dat is gewoon weggegooid winst eigenlijk, als niemand er gebruik van maakt. Ja, sowieso. Ja, even los van inderdaad dat je ecologische winsten mee behaalt en Save the Planet. Het is letterlijk waardevol. Ja. Maar die waarde moet je wel weer opnieuw zien. Precies, je moet het opnieuw gaan produceren of je moet er iets nieuws maken. Ja, je moet er iets nieuws mee doen. Kijk, nu ook. Ik zit nu een vriend van mij, die doet echt veel bij BVA auctions en dat soort executieveilingen. Maar dat is eigenlijk... echt helemaal, het gaat veel meer richting industrieën op, weet je wel. Mm-hmm. Maar daar heb ik nu ook iemand gevonden die dus handelt in oude dingen van Defensie. Ja, hij heeft kubkisten vol met leger overals. Ja, dat is echt, dat is nice, maar die gaat niemand gaat meer nog in deze tijd een leger overal kopen. Ja. Terwijl de materialen die ervoor zijn gebruikt, die zijn super waardevol. Dus je kan dan of zeggen, oké, doen we er niks mee of zo, of verbranden we het of iets.
Of je kan denken van ja, oké, hoe kan ik die materialen innemen en daar weer iets vets van maken, zodat mensen het wel weer willen gebruiken. Ja. En zo zijn er gewoon superveel dingen die geproduceerd zijn. Ja. En zoals je nu vertelt, klinkt het alsof je dan een heel raar shirt zou gaan krijgen. Maar als ik naar het shirt kijk wat je aan hebt, dan volgens mij is het even niet shirt. Het is gewoon... Ja. Het is gewoon een shirt. Ja, zeker. Maar dat is ook gewoon omdat het wel... Kijk, bij de tassen is het een ander verhaal. Want dat is wel inderdaad echt wel... Dat zijn stukken die aan niet zozeer... Het is geen lapjes. Ik denk dat heel veel mensen dat ook snel denken. Dat het een soort van lapjesdoek wordt of zo. Met allemaal stukjes en vakjes en dingen. Dat is bij die tassen wel meer. Want ja, je haalt natuurlijk iets uit elkaar. Maar in dit geval is het gewoon echt doek. En het is doek. Zeg maar, doek wordt vaak op 1,40 breed gebreid. Mm-hmm. Ja, als er bij 1,30 zeg maar één steek fout gaat, dan zegt de afnemer al, ja, dan hoef ik hem niet meer. En terwijl je kan prima om t-shirts, zeg maar, gewoon deze strook afknippen, zodat je die foute steek niet meer gebruikt. Ja. En vanuit dit stuk gewoon nog t-shirts maken. En doen die afnemers dat omdat ze, vanwege het feit dat ze op zo'n grote schaal opereren, dat ze daar gewoon geen plaats voor hebben in hun operaties of in hun workflow? Of is het gewoon omdat het gewoon te veel moeite is? Ja, ik denk te veel moeite, ja. Ja, en nou ja, en maar wat je dus bijvoorbeeld ook ziet, is dat de kwaliteitseisen zijn gewoon super hoog. Want die kunnen zij weer stellen. En want anders gaan ze gewoon naar een andere supplier. Dus het is dus ook een soort van. Wat zeg maar grote merken doen, dat is al helemaal sick. Die gaan. Die zetten bijvoorbeeld een order voor een collectie. Mm-hmm. 1000 spijkerbroeken. Zetten ze uit bij 4 fabrieken. Mm-hmm. En wie dan het snelste levert, die krijgt hem. Maar, dus... maar dat betekent dus dat die andere 3 fabrieken gewoon voor de kats kut. Die 1000 broeken maken. Want die zitten dan ermee. Want die zijn later. Maar hoe werkt het dan? Want zij hebben die broeken besteld. En dan zeggen ze... Zij spreken af met de fabrieken. Van, yo, wij willen deze order. We willen deze broek, 1000 broeken. En ja, die willen, wat is het? En dan zegt die fabriekseigenaar, van, ja, wat is de deadline? En dan zegt weet ik wat, H&M, ja, zo snel mogelijk. Ja. Want we hebben deze order ook bij 3 anderen lopen. En wie het snelste is, die gaan we betalen. Dus al die gasten gaan als een malle zo snel mogelijk die broeken produceren. Ik bedoel, en dat kan gewoon uit dus ook, hè. Maar dat is heel raar. Want alsof ik naar de bakker zou gaan en zitten 4 bakken naast elkaar. En ik zeg, yo, ik wil een... Broodje gezond, wie het snelst klaar is, die ga ik betalen. Ja. En de rest niet, maar dan wordt er gedaan. Nee, maar dat is toch niet zo raar als je alleen maar denkt met je centen. Want je krijgt dan zo snel, iedereen wil het zo snel mogelijk voor de allerlaagste prijs. Dus een H&M, dat is zo'n grote afnemer. En dan bedoel, nu hebben we het over 1000, maar waarschijnlijk gaat het over veel meer. Ja, die winstmarge die zij pakken, daarvoor vinden ze het prima. En die andere partijen betalen ze ook niet. Het is niet dat ze zeggen, hier heb je het geld, super zielig dat je laatste was. Ik bedoel, die betalen ze letterlijk niet. En dat dan die fabriek daarmee zit, ja, dat is toch niet hun probleem. Nee, dat is niet hun probleem. En wat gebeurt er dan met die broeken op die 3 fabrieken die... Ja, dat gaat misschien naar weer een andere markt. Misschien gaat het weg. Ja, heel fijn. Maar deze fratsen creëren wel ruimte voor jonge ondernemers zoals jij om daar eigenlijk op in te gaan spelen. Ja, en op een kleinere schaal gewoon dingen op te gaan pakken. Ja, ja zeker. Ja, je merkt gewoon alleen dat juist het opschalen ervan is dat vraagt gewoon best wel veel geld om als kledingmerk om echt groter te worden. En dat is vooral gewoon dat je een ziek budget aan marketing nodig hebt. Ik ben nu dus aan het afstuderen en aan het kijken naar de mogelijkheden voor een eigen atelier. Ja. En dat kan. En dat kan in Nederland ook nog prima. Mm-hmm. Even, het moeilijkste is gewoon in Nederland dat je minimumloon hebt. Daar moet je aan voldoen. Ja, vervelend, hè? Mensenrechten. Ja, super storend verhaal. Ik wil het liefst vet gewoon naar. Een paar guys zien. Is het voor 1 euro per shirtje of zo? Dat is trouwens te veel, 1 euro per shirt. Nee, maar dat is het wel serieus. Want je rekent, alles staat of valt zeg maar met bij je winstmarges, met hoe snel je een shirt kan maken. Want dat is gewoon super logisch. Ja. Maar diegene die dus hier een shirt maakt, als hij dat doet in 10 minuten, en als hij dat doet in India ook in 10 minuten, die guy in India die krijgt in die 10 minuten misschien een paar dollarcent of zo. Ja. En hier in Nederland moet je die in die 10 minuten gewoon een paar euro geven, zeg maar. Nou, dat is het hele moeilijke, of de hele struggle die dan die je hebt aan productie in Nederland. En dan Nederland. Nog eens goedkoper om het vanuit India hierheen te verhuizen of te transporteren. Ja, dan ja maar maken. Die verschillen zijn, kijk, minimumloon is in Nederland 1600 euro en in Portugal 700. Dus ook al als je je productie in Portugal zou doen, is het dan ook al een stuk goedkoper. En dus dat merk je wel, dat als je marges wil pakken, je moet eigenlijk marges pakken, want je moet geld verdienen om dat marketingbudget een beetje bij elkaar te sprokkelen, zodat je groter kan worden.
Maar eigenlijk op de marges die je pakt, daar valt te weinig aan te verdienen. Totdat je dus weer zieke volumes gaat doen. Ja. Als jij naar 10.000 per maand gaat of zo, ja, als je dan op 10.000 items 2 of 3 euro pakt, is het prima. Ja. Maar jouw onderneming is sowieso lastig om op te schalen, überhaupt alleen al, omdat jij met restpartij werkt. Dus je bent ook enigszins afhankelijk van wat je kan sprokkelen, toch? Ja, is wel nice. Ik was ook altijd in de veronderstelling dat het een probleem ging worden, maar dat is echt geen probleem. Er is zoveel, jongen. Dat is niet normaal. Want ik heb het, zeg maar, ik koop dan heel schattig een rol in van 60 meter, terwijl de industrie heeft het over kilo's. En ik was laatst bij een breierij in Brabant. Super vet, dus daar ga ik nu dus ook mijn stoffen vandaan halen. Ja, en hij heeft daar letterlijk gewoon 8 keer dit hok tot de rand vol met dikke kwaliteitsstoffen op rol. Waarvan dus inderdaad 1 steek af en toe fout is gegaan. En die kan hij dus niet meer gebruiken? Nee, dat ligt daar letterlijk. Ja, hij zegt 2 keer per jaar of zo komt er een vrachtwagen alles ophalen. En dan gaat het waarschijnlijk overal voor de wereld op markten en... Ja, maar ik was in de veronderstelling dat opschalen in die zin een struggle zou worden, maar dat is echt zeker niet waar. Dus die afval, dat is er. De restpartijen zijn er echt daar genoeg. Heb je helemaal geen probleem mee. Ja. Het is vooral budget. Ja, en het feit dat er gewoon een financieel spelletje te spelen valt met winstmarges. Ja, zeker. Ja, nou ja, en dus dat is het wel. Ik merk gewoon nu, het zit allemaal zo erg verweven met elkaar. Verweven met elkaar. Dat kijk, ik kan misschien 1 euro winstmarge meer creëren door nog iets slimmer iets te doen of zo. Maar als je dan vervolgens weer bij een retailer komt en blijft nog steeds die 60% die hij pakt, ja, dan... Waarom kun je dan niet gewoon je verkoopprijs omhoog zetten? Ja, omdat consument... Of dan moet je je merk gaan wegzetten als een high-end designer label. Terwijl ik wil gewoon toegankelijk zijn voor relatief veel mensen. Eigenlijk in principe voor iedereen. Ik ga geen budget. Ja, het wordt geen Primark. Dat is namelijk ook mensen zijn de reële waarde, of de realistische waarde eigenlijk van dingen is totaal ontgaan. Dus dan, het is heel normaal dat een t-shirt 40 euro zou moeten kosten. Als je nagaat dat iedereen in dat proces, zeg maar, een eerlijke boterham verdient. Dan is 40 euro echt een prima prijs. Maar dat is net zo goed met een smartphone. Die zou je in principe niet eens voor 200 euro moeten kunnen kopen. Dat zou realistisch gezien gewoon een product moeten zijn van 1000 euro of zo. Ja. En dat is bij kleding gewoon super erg. Dat mensen zeggen gewoon dat best nog wel, oeh, 40 euro is best veel geld. Dat ik denk van ja, gast, die moeten ze weten waar ik al overal naartoe ben geweest. Zijn voor 2,50 zelfs. Ja, hoe kan dat? Ja. Want je hebt iemand die moet dat katoen, zeg maar, van het veld halen. En dat katoen moet dan weer gewassen worden en moet weer gesponnen worden. En dan dat garen moet weer door een breimachine, want dan moet er weer een doek van gemaakt worden. Dat doek moet weer van A naar B. Vervolgens moet dat doek geknipt worden, moet dat genaaid worden, dan moet dat shirt moet weer naar bijvoorbeeld een winkel. Nou, daar zit dus die winkel, die heeft zijn pers... Zeg maar, het is een soort systeem zoveel partijen geld aan moeten verdienen. Maar waarom zou je het niet op zo'n enorme schaal kunnen doen dat dat wel kan? Omdat je me dan moet inleveren op je winstmarges. De grote partijen die nu dan dik verdienen... Die moeten dan inleveren op winstmarges. Dat wil niemand. Kijk, Schaf kan bestaan omdat ik niet in een BMW wil rijden. Omdat mij dat niet zoveel boeit. Dus ik heb een winstmarge. En het is niet dat je op een shirt verlies draait. Want anders dan gaat het ook niet. Gewoon financiële continuïteit. Dat gaat gewoon niet. Levensvatbaarheid, dat kan niet. Maar ik ben er akkoord mee, zeg maar. Dat je niet de dikste winstmarges pakt. Maar anderen zijn dat zeker niet. En daardoor blijft het in stand. Ik begrijp niet wat je nou precies bedoelt met wat in stand blijft. Want mijn vraag was, je zei hoe kan een t-shirt nou 2,50 kosten als zoveel onderdelen in die keten mee moeten snoepen in principe. Maar als die schaal zo groot is, dat je blijkbaar de productiekosten gewoon laag kan zetten. Als je nou... Ja, maar die kosten kunnen alleen doordat er ergens in die keten mensen worden afgeperst. Ah ja, oké. Dat is de enige reden dat het kan. Dus als iedereen een eerlijke boterham zou... je kan het zo inrichten dat zeg maar een shirt nog steeds relatief cheap is. En geen 2,50. 2,50 kan gewoon sowieso niet. Dat is uitgesloten. Dat gaan we gewoon niet doen. Wat kan wel? Wat kan wat is zeg maar een eerlijke prijs? Euro. Iets meer dan 2. Ik denk 4 euro of zo. 5 euro. En dan heb je dus wel die schaalbaarheid natuurlijk. Want dat brengt ook echt wel voordelen met zich mee. Maar blijft het feit dat mensen helemaal onder de keten wel echt dusdanig ziek worden uitgeperst dat... De grote partij, kijk, als die mensen helemaal onderaan in de keten iets meer zouden krijgen. Iets meer, gewoon echt flink meer, omdat die nu niks krijgen. En deze partij hier aan het einde, die er het meest aan verdient, iets minder eraan verdient.
dan zou het een veel beter, betere keten zijn die veel meer in balans is. Waarin een shirt nog steeds relatief cheap door de schaalgrootte verkocht kan worden. Daar is de consument weer blij mee. Maar waar ook elke schakel gewoon eerlijk betaald krijgt. En dat kan je alleen maar doen door te accepteren dat je niet 95% winstmarge pakt. Maar is dat echt zo? Hebben winkelketens echt 95% winstmarge? Ja, soms wel, ja. Ja, het is zeg maar sowieso ook een retailer. Wat ik juist begrepen had, was dat retailers is juist totaal bijna geen winstmarge meer hebben. Nee, retailers weer weinig. Maar ik bedoel, als jij toch als kledingmerk zeg maar je spul inkoopt in China voor 4 euro of zo per shirt. En dat verkoop je vervolgens aan de retailer voor 25 euro inkoop. En de retailer verkoopt het dan waarschijnlijk weer voor het dubbele. Mm-hmm. 50 euro. Maar ik bedoel, het kledingmerk die de spullen verschuift, die verdient er het allermeest aan. De retailer verdient er ook... Nee, de retailer rijdt ook niet in een Porsche. Ja. Maar ik bedoel, dus dat heb ik het over. Dat in de keten is er eigenlijk maar één partij die er echt ziek veel geld op maakt. En dat zijn de kledingmerken. En dat zijn de kledingmerken. Ja. En geldt dat voor in principe alle kledingmerken, die zeg maar de grotere kledingmerken? Of geldt het alleen voor high-end kledingmerken en niet voor budget kledingmerken? Nee, voor alles. Maar ik bedoel, dat, ja, ligt er natuurlijk aan. Kijk, Mud Jeans of zo, die zijn echt op die doen het gewoon super vet, weet je. Die hebben een samenwerking met wel gewoon fabrieken in Italië volgens mij, als ik het goed heb. Maar zij zorgen ervoor dat iedereen gewoon fair betaald wordt. Mm. Daardoor zijn die broeken ook 110 euro of zo, wat dan mensen weer veel te duur vinden, terwijl ja, dan kom je weer terug op waar we net waren. Ja. Nee, dat is het niet. Iedereen heeft hier een eerlijke boterham aan verdiend. Ja. Maar ik bedoel, ik denk dat je wel, natuurlijk pin me er niet op vast, maar het grootste gros van de merken die draagt op een manier bij aan het foute systeem. Ja, CNA of zo, ga ik toch gewoon bashen. Nee, die hebben zeker, die hebben dan zo'n sustainable foundation en die geven er best wel geld uit en ja. Dat is allemaal leuk en aardig, maar als je vervolgens zo'n onderzoek van Fair Weather Foundation, als je dan, dat gaat dan over katoenspinnerijen in India, waar minderjarige meisjes onder valse beloften zeg maar naartoe worden gesleept om daar dan te werken en paspoort ingenomen, dat soort shit. En als je dan kijkt wat de grootste afnemers zijn van dat soort spinnerijen, dan zit opeens een CNA erbij. En dat hele greenwashing gebeuren, ja, dat is gewoon een mega storend fenomeen. Want daardoor word ik ook minder geloofwaardig. Mm-hmm. Dus ook greenwashing zorgt ervoor dat iets van onderzoek gedaan, 64% van de mensen of zo is sceptisch tegenover duurzaamheidsclaims. En greenwashing houdt in dat een bedrijf doet alsof ze duurzaam zijn, maar eigenlijk dat niet. Ja, nee, die zijn dat niet. Die gebruiken een duur, die in een marktencommunicatie adverteren zij met duurzaamheidsclaims die ze niet kunnen waarmaken. En puur, en want het is namelijk het enige waarom ze het ook zeggen, is omdat ze gewoon omdat ze hebben gezien dat aankoopintentie van consumenten stijgt als je duurzamer bent. Ja, consumenten zijn 10% of zo. Bereid 10% meer bereid om 10% meer te betalen als het duurzaam is. Ja. Dan als het een duurzaam is, ja. En het is sowieso een raar verhaal met grote corporates. Ja. Want aan de ene kant lijken ze inderdaad iets goeds te willen doen, maar aan de andere kant zitten ze nog steeds met die economische realiteit waarin ze gewoon in een super ziek competitief veld zitten. Ja. Dus ze moeten gewoon dat kleinere of dat die. Maar dat vind ik wel interessant. Ik vind dat ook echt wel interessant. Want het is ook wel in dit hele duurzaamheidsverhaal altijd een soort van boze vinger wijzen naar de corporates. Aan de andere kant heb ik ook echt zoiets van: joh, een CNA is zo groot. Zij kunnen letterlijk, zij hebben zoveel impact, zeg maar. Zij zijn juist een partij die kunnen zeggen: joh, wij gaan het vanaf gisteren radicaal omgooien. En we gaan op alles toezicht houden. We gaan die hele keten verbeteren. Zij kunnen dat doen. Ik bedoel, ik probeer dat met echt een budget van heb ik jou daar. En een CNA die zou dat echt kunnen doen. Ja, CNA kan niet zomaar doen. Want dan wordt een kleding duurder dan de H&M. En als het meer dan 10% duurder wordt, zoals je al zei, gaan mensen er niet van kopen. En dan valt het uit elkaar. Ja, het spel zo competitief is. Ja, maar ik denk dat het gewoon een stap is die je moet durven te zetten. En ik durfde wel, het eerste jaar zal dan misschien wat moeilijker zijn. Maar dit is een verandering. De hele duurzaamheidstransitie is wel gewoon een verandering waar iedereen aan mee gaat doen. Mm-hmm. Ik bedoel, zelfs Shell zegt nu al dat ze dingetjes doen. Wat altijd een vraag is. Altijd twijfelachtig is natuurlijk. Maar als zelfs dat soort partijen nu al zeggen daar dingen mee te gaan doen, dan... volgens mij is het alleen maar een kwestie van tijd voordat echt alles en iedereen daar naartoe gaat. Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat zeker al die bedrijven in een kwestie van tijd
dan de capaciteit is voordat ze echt gaan veranderen en alle dingen gaan aanpakken. Al is het alleen maar omdat er steeds meer kleinere spelers op het veld komen. Ja. Zoals jij. Daarom, daar zijn ze ook wel bang voor. Hè? Want dat is ook, dat lijkt mij ook super vet. Kijk, ik zou ziek graag met Schaf. Ik ben nu dus aan het kijken voor dat atelier. En er zit de dik in dat het gaat komen. Ik ga als dat atelier staat gewoon elke dag een brief sturen naar Nike. Of elke dag een brief sturen naar gewoon merken waarvan ik denk die zijn vet. Mm. Maar die doen het zeker nog niet helemaal goed. Gewoon zeggen van, joh, kom eens kijken. Want ik maak ziek vette tassen van oude defensie jassen. En dan, ja. Adidas ook... gaat trouwens ook doen, hè? Adidas is eigenlijk de enige in die wereld die daar echt stappen in zet. Ja, volgens mij wel ze... 2024 zo plastic vrij. Dat ze alleen maar recyclede spullen gaan gebruiken. Ja, dat is vet. Zij doen samen met Parley werken zij. Dat is een organisatie die haalt visnetten van de bodem. Mm. Van de visnetten kan je weer pallets maken. Weet je wel? Van die pallets kan je weer eco-nieuw garen. Dat is dus of eco-nieuw maken. Eco-nieuw. Ja, dat is dus een nylon garen, zeg maar. En dat kunnen ze weer super goed gebruiken op schoenen. Oh, leuk. Ja, dat is gewoon vet. En volgens mij zijn ze ook bezig met een circulaire sneaker die je dus kan kopen en weer kan inleveren. En dan gaat dat weer door een crusher. En dat is gewoon wel vet. Juist dat soort partijen, die kunnen ziek op dat gebied gewoon innoveren. Mm-hmm. Die hebben daar gewoon budget voor. Ja, ja, ik ben met je eens, ze kunnen heel veel. Alleen ik denk dat wanneer je zegt ze kunnen het gisteren al doen, ik denk dat een te sterke uitspraak is. Want zij hebben gewoon een enorm log construct staan. Ja, 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 tuurlijk, maar dat is mijn radicaalheid. Ja. En aan de ene kant ben ik wel mee eens van, joh, zo zou je er wel in moeten staan en zeggen van, joh, ga aan de slag, ga shit doen en geen excuses. Maar aan de andere kant denk ik ook dat zij gewoon met een economische realiteit zitten en ook gewoon duizenden en duizenden mensen hebben die voor hun werken. Ja, maar die duizenden mensen komen toch ook niet op straat als ze het wel fatsoeneren? Ik weet dus niet. Ik denk dat er een grote kans is dat als zij te snel veranderingen door gaan voeren, dat ze gewoon hun competitie-element verliezen. Ja, maar ik denk dat dat misschien nog wel, dat daar wel een kern van waar zit, dat het vooral niet te snel moet gaan, omdat gewoon heel veel consumenten, vooral de consumenten, zeg maar, moeten wennen aan het grote gros, de massa moet gewoon heel erg wennen aan al die duurzaamheidsdingen. Ja. En iedereen heeft het gevoel dat ze niks leuks meer mogen doen. En dat ze op alles in hun leven moeten inleveren. Hmm. Ja, mag ik ook al niet meer vliegen? Mag ik? Het voelt als heel veel belemmeringen. Ja. Terwijl het volgens mij juist eigenlijk heel bevrijdend is om veel nicer bezig te zijn. Het voelt gewoon beter. Mm-hmm. Het voelt voor mij gewoon persoonlijk beter om te doen. Ik voel me daar gewoon wel goed bij, zeg maar. Zeker. Je had ook in het begin dat je als consument wat kritischer moet zijn. Ja. Ja, sowieso. Want, waarom? Enerzijds omdat je dus anders gewoon best snel genaaid wordt. maar gewoon omdat, kijk, als je het hebt over al het consumeren, dan, of over duurzaamheid en dan dus over consumeren. Als je wat kritischer kijkt naar wat je echt nodig hebt en de dingen die je echt koopt en zo, dan hoef je ook gewoon echt minder te kopen. Dan kunnen heel veel dingen ook via een andere manier. Laatst bijvoorbeeld had ik, want ik woon nu dus samen met mijn vriendin, woonkamer, een nieuwe speakerset nodig en een versterker. Want ik heb plaatsspeler, super cool, allemaal leuk. En je zou dus in principe als consument super gemakkelijk gewoon Bakshop of Coolblue of whatever. Mm-hmm. Versterker bestellen, speakers bestellen, enter, klaar, morgen in. Je kan ook gewoon naar de tweedehands winkel. Daar met zo'n guy, zo'n supermooi beunhaas, zeg maar, die lijkt veel verstand heeft van versterkers. In gesprek gaan, wat je nodig hebt, checken. Ik heb nu letterlijk een super vette Akai versterker voor €7. Mm-hmm. Een tulpkabeltje voor 50 cent. En twee Philips speakers, ziek goed geluid, voor €4 per stuk. Lijp. Dus je bent en cheaper, maar en daarnaast door gewoon net even wat meer moeite te steken in wat je doet. En net als wat kritischer te zijn op jezelf vooral. Financieel nice, is gewoon goedkoper. Sociaal nice, want dat werk maakt het mogelijk dat zo'n gast daar ziek bevlogen altijd versterkt zijn speakertjes kan knutselen. Mm-hmm. Ecologisch, want er hoeft helemaal geen nieuwe speaker gemaakt te worden. Ja, inderdaad. En dat vind ik gewoon super vet. En als je er een Bluetooth receiver in doet, heb je ook nog een draadloze speaker. Precies, ja. Zo'n TP-Link kastje. Ja, ja. Google Chrome Audio kun je ook erin steken. Oh ja, bedoel, dat zijn vette dingen. Kijk, dat is ook echt wel, ik ben echt niet heilig. Maar ik denk dat je alleen al door over dat soort dingen na te denken, dat je echt nog best wel veel kan doen. Stel je voor dat morgen, zeg maar, iedereen zegt van, joh, wij gaan al onze elektronica alleen maar tweedehands kopen. Ik bedoel, dat is echt even zuur voor Philips en alle andere grote partijen. Die kunnen daar echt wel een ander verdienmodel op bedenken. Mm-hmm.
het zou het super vet. Ik zou dat super vet vinden. Mijn ideale wereld ziet er ook veel meer uit als zoiets dan eentje waarin we veel meer kopen. Hmm. Wat wel moeilijk is, want anderzijds heb je een kledingmerk en wil je verkopen om te kunnen leven. Ja, ja. Uiteindelijk moet jij natuurlijk ook gaan zorgen dat je zoveel mogelijk verkoopt. Ja, uiteindelijk wel. Maar ik ben nu dus ook, als dat atelier staat, en dat is ook, je hebt maar zoveel tijd en ruimte in je hoofd. Maar ik ben heel erg, ik heb ook minor circulaire economie gedaan. Circulaire economie, gewoon super vet dat je in zo'n soort infinite loop blijft natuurlijk. Mm-hmm. Dat zou ik ook graag met schafitems willen doen. Maar ik heb daar gewoon nog geen, ik heb daar gewoon geen tijd over gehad om daar vette concepten voor te bedenken. Om dat te ontwikkelen. Maar ik bedoel, dat ik dat wil gaan doen, staat vast. Ja. Want ik wil inderdaad niet zometeen zijn dat ik aan de ene kant schreeuw van ja, we moeten minder kopen en duurzaamheid. Pak de H&M en aan de andere kant 10.000 schafshirts verkopen. Ja, 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 precies. Ja, wat ik vet vind aan zeg maar deze nieuwe soort ondernemingen is, zoals ik al zei, bij CNA en dergelijke, bij die grote oude corporates heb je heel vaak last van dat meer winst resulteert in meer minder duurzaamheid op iets dergelijks. Ja, ja, ja. En dit is een manier, zoals je het nu doet, dat meer winst leidt tot meer duurzaamheid. Dus die twee zijn met elkaar verbonden. Ja, dat vind ik super vet. Hoe meer shirts van jou verkocht worden, hoe minder afval er gecreëerd wordt. Ja, ja. En dat is nice. Ja, nee, maar ik bedoel, het allervetste zou zijn dat alle kledingmerken wereldwijd, zeg maar, vandaag zeggen, yo, we gaan geen nieuwe stoffen meer inkopen. En we gebruiken de komende jaar of zo, of komende 2 jaar, even kijken hoe ver we komen. Mm. Voor al onze collecties, ieder merk gebruiken we allemaal restpartij. Hoeft er niks nieuws geproduceerd te worden. Tuurlijk, dan heb je ook weer banen en dat soort. Maar even los daarvan. Maar dat is het hele probleem, want inderdaad, ze hebben die banen. Ja, maar er komt er wel weer iets nieuws. Hè. Bedoel, er zijn ook weer mensen nodig die al die restpartijen moeten bij elkaar moeten halen en die dat moeten knippen. Dus dan is dat ook weer een job, zeg maar. Dus je hoort heel vaak het argument, zeg maar, bij dit soort dingen van ja, maar dan is daar ook geen werk meer. Terwijl het is gewoon door de hele mensheid heen dat er gewoon shifts zijn in wat dan werk is. Zeker. Dus ik denk ook niet dat als je zo'n duurzame transitie maakt, dat opeens de helft van de wereld zonder baan thuis zit. Mm-hmm. Ja, of dan krijg je robotisering en dan moeten we echt een ander gesprek gaan voeren. Nee, maar ik denk ook niet dat. Nee, tuurlijk niet. Ik denk niet dat zo catastrofisch zou zijn, maar het is ook te makkelijk gezegd dat een bedrijf dat vanaf morgen al zou kunnen gaan doen, zonder negatieve gevolgen voor een groot deel van hun werknemers. Ja, ik weet, maar dat is wat ik zeg. Ik ben gewoon altijd super radicaal. Dus het is alles of niets. Dus als je zeg maar iets doet, dan ga je all the way. En anders doe je het lekker niet. Ja, nice. Dus als ik iets ook niet meer wil doen, dan doe ik het ook gewoon weer niet. Nice. Wat zijn je toekomstperspectieven? Zeg maar, waar wil je heen over 5 jaar? Over 5 jaar wil ik wel gewoon in Nijmegen atelier hebben staan. Of dat atelier staat over 2 maanden. Mm. Over 5 jaar wil ik zeker werk bieden aan 10 of 15 mensen of zo. Het liefst dat je daar echt een sociaal atelier van maakt. Dus dat je ook echt mensen weer betrekt bij de maatschappij, zeg maar, die er nu een beetje uitvallen. Gewoon een inclusieve maatschappij hoort bij in mijn droomwereld. Ik snap ook niet waarom er mensen zijn die dat niet zouden willen. Ik snap dat gewoon niet. Dus daar wil ik over 5 jaar staan. Atelier hebben, invloedrijk merk zijn aan de ene kant. Dus echt mensen bereiken die het gewoon kopen. Wat betekent invloedrijk? Ja, dat je zeg maar, dat er enerzijds, dat je gewoon een gevestigde naam bent. Zeg maar, dat echt mensen gewoon van je weten. Kijk, nu zeg je Daily Paper, maakt niet uit waar ter wereld en mensen kennen het. Dat zou ik ziek graag willen zijn met Schaf. En met invloedrijk bedoel ik dan dus dat het echt uitmaakt wat je doet. Dus dat mensen een soort van voorbeeld aan je nemen. Dat is bijvoorbeeld een Nike toch een keer een mailtje stuurt van, yo Daan, kunnen we toch niet komen kijken, want het lijkt wel vet en nu ben je wel echt groot. Ja. Ja, nee. En dan zeg ik, nee jongen, jullie hadden vorig jaar moeten vragen. Nee, maar zo 5 jaar heb je atelier, heb je echt een naam. Tuurlijk, het groeit en het wordt steeds meer en je wordt steeds populairder, de Schaf wordt steeds populairder, maar het is echt nog niet dat heel Nederland ervan weet, laat staan Europa, laat staan de wereld. 5 jaar heb je atelier, ben je bekend, heb je 10 man, 15 man in dienst, maak je gewoon vette collecties. Heb je zo'n circulair model waar je wat mee kan doen. Mm-hmm. Ja, en dan ben ik best happy, denk ik. Of ben ik gewoon happy, eigenlijk. Right, vet. Ja. En als iemand nou zelf ook zoiets zou willen doen wat jij aan het doen bent. Niet per se in kleding of whatever, maar een bepaald verhaal heeft of een idee heeft en dingen wil veranderen. Wat voor advies zou je hebben? Ja, sorry. Als je erin gelooft dat je sowieso moet blijven gaan. Want dat is gewoon wel het moeilijke. En dat is dan misschien wat meer bij kleding dan bij andere dingen, maar
Er zijn gewoon zoveel trends en ontwikkelingen. En als je dan volgens op social media van alles ziet wat iedereen anders doet, dan is het heel makkelijk om op een gegeven moment te denken van, yo, dat is, laat maar, ik ga er niet eens aan beginnen. Mm-hmm. Of dat je er super onzeker van wordt. Dat je denkt van, ja, maar als alle t-shirtmerken opeens hun logo hier doen, waarom ga ik hem dan daar doen? En toch gewoon daar doorheen gaan, man. Gewoon schijt hebben. Dat is gewoon het belangrijkste. Okay. Dus het belangrijkste tip is gewoon schijt hebben en gaan. Ja, sowieso. Je moet er gewoon zelf in geloven. En dan, dat is soms echt wel moeilijk. Maar zolang je dat blijft doen, dan kan je dat ook overbrengen op anderen. En als je dat doet, dan heb je volgens mij een hele nice verstandhouding. Weet je wel. Als je een keer als een of andere sales guy een fout shabby verhaal over schaf vertelt, ja, dat komt er gewoon niet binnen. Mm, vet. Ja. Vet. Heb jij nog vragen, Jason? Nee, uit man. Dan wil ik je gewoon fucking bedanken. Ja, tuurlijk man. Vet gesprek. Ik hoop veel succes met Schrap. Ja, ik hoop dat het echt groot gaat worden. Vond het erg leuk. En misschien over 5 jaar nog een keer, dan kijken waar je bent. Ja, sowieso. Dan iemand van Nike erbij. Ja, je weet het niet. Right. Nee, leuk man. Ja, dankjewel. Cool. Dankjewel.